Oké, mensen, welkom bij de week van Met Stijn. En deze week hebben we niemand minder dan Iwijn Segers. Oei. Allee, Iwijn was juist zo content. Iwijn? Hallo. We waren even weg. Ja, nee, jij werd even weg. Ah, oei. Misschien waren we alle twee even weg. Nee, jij hebt op record gedrukt en dan denk ik, zo gaat het meestal, ben je even weg, hè. Ah. Ja, dat, welkom in de professionele wereld, collega. Ah, dank u, dank u. Zeg, Iwijn, waar ben jij nu? Ik ben in de studio's van DPG, ook wel bekend als de VTM. De VTM. Godverdomme. Ja, ja. Medialaan 1. O, maar heb toch 1, tussen, 1, 1, 1. Heb toch tussen Missen Baguette, mocht hij daar wel binnen? Ja, ja, dat staat er los van. En ook, ja, dat zijn... Ja, in deze tijden kan alles. Dat is waar. Maar ik heb wel een enorm voorhoofd, hè, zo. Ik ga dat proberen. Ik wil u niet teleurstellen, zo, maar dat is altijd zo'n beetje geweest. Nee, niet 10 jaar geleden niet, hè. Ah, nee, is het echt 10 jaar geleden? Nee, dan had ik... Ja. Als ik zo kijk, is het weg zelfs, mijn haar. Maar zo ga ik niet kijken, hè. Zo. Ah, nee. De gekke professor. Oei, daarnet was... nu bleef je webcam... Ik hoor u nog altijd goed, maar je webcam blijft altijd af en toe hangen. Dat denk ik niet. Nee. Het is, als jij zwaait, dan blijft het hangen. Ah, oké. Okay. Blijf ik nu hangen? Ja, nee, nu niet. Nee, blijf ik hangen nog? Nee, het is beter. Maar wat, maakt niet uit. Iwijn, ben blij dat ik u zie. Ja, insgelijks. Ah, het is lang geleden, hè? Ja, een jaar of zo. Is al een jaar? Amai, ja. Het zal zoiets zijn. Oh, nee, alhoewel, we hebben nog een keer met Pief samen gespeeld, hè. No, dat ja, niet... maar dat zal een jaar geleden zijn. Ah, oké, man. Tijd vliegt. Amai. Zeg, Tersmisse Baguette, vertel een keer. Ja. Ja, ongelooflijk avontuur. 2 seizoenen nu gedaan. Ik ging maar 1 seizoen doen. Dat is dus een samenvatting, of het is te zeggen, een gesprek met kenners, heel belangrijk, over de serie Thuis, de fictieserie. Want dat is niet echt, hè, wat daar gebeurt. En dat is wel een succes, alleen het is te zeggen, voor de liefhebbers. Hè. Maar er luisteren ook veel mensen die niet naar Thuis kijken. Misschien moet ik ook eens luisteren, want ik heb ik luister niet omdat ik een grote familiefan ben. Ja, ik weet het. Ja. Een familieman ben je, hè? Ja. Nee, maar ik heb u ook al een paar keer gevraagd, Stijn. Maar ja, dat is dan altijd het antwoord. Ah, nee, maar ik wou komen, hè. Maar ja, ik kon gewoon niet meepabbelen over de serie. Dus eigenlijk zou ik wel een keer dan moeten kijken. Weet je wat? Als ik ooit een keer mag komen, zal ik eens... Zeker. De week ervoor een hele week naar Thuis kijken. En eerlijk dat zeggen. Daar hebben nog collega's gedaan. Roosje Perts heeft dat gedaan. En Flip Kaulier, die toch ook een beetje een comedian is, heeft dat ook gedaan. Ja, Roosje Perts van de Kilokast en van Dertigerspraat. Voor de mensen Klopt. Die geïnteresseerd zijn in nog podcasts. Want er kunnen geen podcasts genoeg zijn, hè? Ik weet het niet. Ik luister nooit naar podcasts. Nee, alleen maar zelf maken. Ik luister gewoon naar de radio. Ah ja, want Radio Willy, is dat van VTM? Ja, ik ga iets drinken, hè. Doe maar. Ah, ja, zo. Ja, het is niet open. Ja, maar dat is eigenlijk geheim, want Willy is een alternatieve zender. Dus dat past niet zo goed bij VTM, maar het is wel degelijk van VTM, ja. Ja, oh. Dus alternatieve muziek of... Rockmuziek van de jaren 60 tot nu. Oh, voornamelijk gitaar gedreven, maar daar zit ook wel wat elektronica. Ik heb daar juist bijvoorbeeld Gossip gedraaid of MGMT. Of de compact disc dummies draaien wij ook. Amai, zeg. Als het zo met een rock en roll gehalte is, dan draaien we het. Ja, ja. En hoe noemt u het programma op Willy? Rockrijk. Rockrijk? Ja, dat is mijn ding, hè. Ja, heerlijk. Ja, ik vind dat heerlijk. Ik hou ook van woordspelingen en als er al ergens een mopje in zit, is dat veel te beter. Hoe lang doet het dan nu al? We zijn denk ik 16 oktober gelanceerd. En ja, dus ik doe dat elke vrijdag. Okay. Tussen 10 en 1.
Tussen 10 en 1. Voilà, dus mensen, je weet het, hè. Maar één... Is dat ook op frequentie of is dat alleen via het internet? The good old internet, ja. Ah. www.willyradio... Nee, willy.radio. Oké. Maar wel DAB ook, hè. Dat is de nieuwe vorm van luisteren. DAB, voor wat staat dat? DAB. DAB. Ja. Oh, heel goed. Maar kijk, ik heb hier vraagjes. Hè. Tegenwoordig doe ik het met vraagjes. Dat ik zeker, want ik denk altijd van, wat wil ik nog een keer vragen aan Nieuwijn? En dan vergeet ik dat altijd, dus ik schrijf het voor het zekerste keer op. Ja, jij ziet er trouwens heel goed uit. Uw haar is goed en dat snorken, dat maakt u wat ouder. Ja, de porno-snor. Zo zou ik het niet noemen. Nee. Doe hij... want ik heb daarnet een keer... Want ik wist niet dat Operatie Kazuifel... Dat die online kon zien. Ik wist dat nog niet. Ja, via mijn productiehuis www.vandemakersvan.be. Voilà, want ik was op mijn opzoekingswerk aan toe en ik zag het, dus ik ga vandaag zeker nog kijken, want ik was wel benieuwd, omdat uw baard is daar volledig af, hè? Ja, daar heb ik een beetje de Mongolide look aangenomen. Maar zijn sympathieke mensen. Ja, knuffelaars, hè. En ben jij ook een sympathieke mens in Operatie Kazuifel? Ik ben als enige redelijk sympathiek, ja. Ja, en in het echte leven, Iwin? Ik ben wel sympathiek, maar ik ben geen knuffelaar. Dus voor mij is deze periode heel leuk, eigenlijk. Ja, ik, zelfs familie en zo probeer ik zo weinig mogelijk aan te raken. Ik ben geen kusser, geen knuffelaar. Een hand, ja, als het moet. Om professioneel te blijven. Ja, eindelijk professioneel, gelijk uw voorstelling. Ja, die komt 17 mei online. Ah, is dat? Komt die online? Ja, het is te zeggen een halve opname van de Minaar in Gent van 2019. En ik ben nu aan het bekijken of dat die deftig genoeg is. En dan komt er toch een dikke 50 minuten daarvan online. Oh, top, amai. Zalig. Ik ga en dat is op het YouTube-kanaal van IW Segers, hè? Dat heb ik niet. Maar gewoon via mijn site. Dat zal een Vimeo zijn of zo. Ja. Ah, ja, oké. Okay, ah, maar zeker, ja, ik ga zeker kijken. Operatie Kazuifel, over wat gaat dat net? Ja, Stijn. Het is een echt gebeurd verhaal. Het is namelijk zo. Ik heb een enorme interesse in de Vlaamse beweging. In al zijn facetten. En daar zitten heel wat snoodaards tussen, kapoenen. Lek Schild en Vrienden. Het is de voorloper daarvan. Die heette de VMO. Ja, de VMO, onder leiding van Bert Eriksson, die hebben ooit een paar dingen uitgevoerd, een paar operaties, waaronder het opgraven van Cyril Verschaven, de priester die de ijzertoren in Diksmuiden heeft gezet, onder andere. En die was gestorven in Oostenrijk. En op een avond hebben die gasten van het VMO, met een stuk of 8 waren ze, beslist na enkele pilsjes. We gaan hem gaan opgraven, hij moet terug naar zijn eigen land. En die hebben dat ook echt gedaan. Oh, en ik heb dat samen met Niels Snoek, scenarist, een verhaaltje over gemaakt. Maar we hebben niet zoveel veranderd aan de feiten, behalve dan de namen. En we hebben daar wat iets groteskere personages van gemaakt. Maar de waarheid is nog veel gekker. Ja. Nee, ja. Maar kijk, nu wil ik nog meer kijken, eigenlijk. Ja. Hebben ze daar speciale, gelijk bij Radio Willy, hebben ze daar speciale veiligheidsmaatregelen? Ja, sinds vandaag zijn er pijlen op de grond. Die ik gevolgd ben. En dan ben ik hier terechtgekomen. En hier stond de micro en zo, dus kijk. En veel zeep en zo. En ontsmettingsmiddelen. Maar we zijn hier ook... Zeg maar. Nee. wij zijn hier... Er zijn nauwelijks mensen, hè. Dus de meeste... Want dat is naast Joe en Q Music. De meeste werken van thuis uit ook presentatie. Ah, oké. Okay. Ik wist dat niet. Heb je al mondmaskertjes? Heb je er al iets afgemaakt? Nee, dat vind ik raar om te doen. Maar in het tankstation kun je echt heel veel mondmaskers kopen. Ah, serieus? Ah, wel, ik heb mijn ex-vriendin is hier daarnet geweest. En die kan heel goed naaien. Als een stoffen naaien, ik zou het zo zeggen.
En die heeft voor mij, ik ben een grote Marvel-fan. En die heeft voor mij hier een Iron Man-maskertje gemaakt. Mm. En een Thor-maskertje. Zo. Mm-hmm. Hey, dat is chic, hè? Dat heb je nog niet, hè, Juwijn? Nee, we zijn geen Marvel-fan. Dus, Is het echt? Wat is zo de filmsoort, de filmstijl waar hij graag zelf naar kijkt? Ik heb mijn papa mijn Netflix-account gegeven. En ja. Nu is hij alles over de oorlog aan het bekijken. Hè, zo. Mm. De zonen van de nazi's en wat is dat? En Hiroshima. en ja. Tsjernobyl misschien. Nee, ja. Hiroshima. Tsjernobyl staat daar niet op, denk ik. Nee. Maar over series kan ik het makkelijker zeggen. Ik ben uiteraard een grote Ricky Gervais fan. En dus Afterlife heb ik gezien. Maar It's the End of the Fucking World vond ik ook heel goed. Ja, mag zo wat... Moet gewoon over mensen gaan die babbelen, eigenlijk. Moet niet te gek worden. The Matrix bijvoorbeeld, dat is van mijn generatie, dat heb ik nooit gezien. Allee, ik heb het misschien gezien, maar ik begreep het niet. Ik viel gewoon in slaap. Ik heb alleen de derde gezien. En, ik wist niet eens dat er meerdere waren. Maar in een vorige podcast, namelijk Palaver, met Edouard Depree, ja. Heb ik het over Point Break gehad. Dat is ook een film uit, ik denk, 1997. Is dat met Johnny Depp? Nee. Nee, met Patrick Swayze en Keanu Reeves. Juist, Keanu Reeves, dat was het. Omdat Keanu Reeves ik nu vrij graag spelen in John Wick. Ja, dat ken ik niet. Veel comedians zijn zo fan van... dat is ook een beetje Marvel-achtig, zeker, hè? Goh, dat is gewoon veel schieten, veel headshots. Ah ja, maar dat haat ik. Ah, is het echt? Maar het zijn er ook drie nu en ze worden eigenlijk... Dat is een van de weinige films waar ik vind dat ze altijd beter worden. Ja, nee. Die schieten en zo, dat hoeft niet voor mij. Ik vind cowboyfilms leuk, maar ze moeten niet schieten. Is dat de vraag? Ja. Waarom altijd dat schieten? Dat is toch nergens goed voor, hè? Moest je vroeger veel meekijken naar cowboyfilms? Nee. Wacht, in welk jaar zijn je geboren, Juwijn? 1980. 1980? Ah ja, zo van nog eigenlijk. Ik dacht dat al iets kunnen. Ik ben 40 geworden in januari. Ah ja, oké. Okay. Wat was zo in de jaren 90? Wat was dan zo de... Ja, wel, Point Break. Ja, Ghostbusters. Ja. Ik ben opgegroeid inderdaad met en veel Michael G. Fox. Back to the Future, hè. Ja. En al die zijn films, ja. Okay. Grote fan ook van Michael G. Fox. Is trouwens de enige echte internationale bekende die ik ooit heb ontmoet. Dat was wel leuk, want die knikte naar mij. En waar heb je die ontmoet dan? Waar was dat? Nee, dat was een grap. Dat was een grap, omdat hij Parkinson heeft. Omdat hij Parkinson heeft. Ja, het is hele moeilijke humor die ik breng, Stijn. Ja, maar kijk... Maar als hij valt, is het wel heel... Mens. Voilà, zie, we waren even weg. En je gaat dat dan plakken of zo? Ik ga dat plakken, ja. Maar kun je dat? Ik zal dat wel ergens kunnen, denk ik. Nee, technisch zijt jij nog erger dan ik eigenlijk, hè? Ik weet het niet. Kijk, ik ben helemaal in de war nu, Iwijn. Oh. Wat staat er op uw arm? Bro? Ja, mijn... Mijn broer heeft dezelfde. Steven de Grieze. Ja. Heeft er, halfbroer, nee? Ja, halfbroer, juist. Ja. En dat zijn de letters moet van... Moet er dan de, niet... Asterix en ook... Er niet halfbro staan. Halfbro. Ja, ik vind dat een mooie tatoeage, maar ik begrijp nooit goed waarom dat Vlaamse mensen een Engelse woorden op hun armen zetten. Ja, omdat, ik weet niet, broer zou wel raar geweest zijn. Vind je? Ik vind dat veel mooier. Een veel mooier woord. Broer. En je zegt Asterix, maar Asterix, ja, dat is oorspronkelijk Frans, hè. Asterix en Obelix? Ja. Ah, is dat echt? Allee, Belgisch, denk ik, hè. Er is één van de twee, Uderzo of Goscinny, is een Belg, hè. Maar de eerste, de oorspronkelijke Asterix is in het Frans, hè. Je dacht toch niet in het Engels? Nee, maar het is omdat Asterix en Obelix ook een zware en een mare is. Dat is wel een goede reden. En daarom zit dat soort letters...
Ja, maar het zou wel duidelijker zijn als, er dan, als dat in het Frans was, hè. Frère. Ja. Misschien... of ja, of in het Nederlands, maar in het Engels. Misschien zullen we... Kun je Engels? Yes. Ja, maar ja, ik kan eigenlijk heel goed Engels, maar ik moet mij concentreren. Want ja, anders... en dat is moeilijk. Because otherwise it becomes so a bit in Hollands English. So, yeah. Ja. Ja, maar normaal... Ik ben ook nog wel een fan van Asterix. Ik zeg vaak, en ik probeer dat al heel vaak in een bit te doen tijdens comedy, maar heel vaak maak ik zo'n allusie op. Ja, maar ik ben als kind in een ketel vol met... Ja, ik zeg nu maar iets, sperma gevallen of zo. Altijd naar analogie met Obelix die in een ketel met toverdrank is gevallen. Ja. Maar meestal snapt niemand dat. Maar ja, sperma is nu wel een heel slecht voorbeeld. Maar ja, of met kaastaart of zo. Oh, ja. Ik eet zodanig veel kaastaart omdat ik als kind in een ketel met kaastaart ben gevallen. Zoiets. Ja, of van die een, maar jij mocht dat gebruiken. Voor die raclette fondue, zo, zonnepot. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Oh, kijk, ik had nog... Zeg maar. Ik vermoed dat jij dan Obelix bent van de twee. Ik ben Obelix van de twee, ja. Alhoewel dat ik wel geen menhir meer zou kan dragen met mijn rug. Maar je hebt er misschien in je broek. Oh! Hola! Oh, gaan we die richting op? Nee. Oh, oké, zo. Okay. Is dat voor echte luisteraars dit, of en kijkers? Dit is voor echte kijkers op de YouTubes en op de Soundcloud, hè, van de Marginale Geleerden. Heb ik mijn De Week met Stijn. Okay. Ja, binnenkort komt er ook nog een nieuwe podcast uit. En dat is beeld ook, vooral. En dat is Comics on Comics. Daar ga ik het hebben met Stefan Poeken van 123 Comedy over comics en Marvel films. Dus zeker niet luisteren, Iwijn. Okay, Stijn. Super. Ik kijk er naar uit. Niet liggen nu. Nee, om niet te luisteren. Ah ja, om niet te luisteren. Eindelijk is niet luisteren naar iets. Ja. Want we worden wel overspoeld met podcasts. En ik ben 2 weken geleden gestopt. Ik was ook allerlei filmpjes en zo aan het maken. Maar ja, je ziet door het bos de bomen niet, hè. Het is overal, hè. Ik weet het. Ik ben ook op het begin volgende nog veel. Het enige dat ik nog vaak volg is Han Koeken. Met de Han Solo elke dag zijn filmpjes. En ja, Jens en Donker zie je veel passeren, omdat dat massaal wordt gedeeld door natuurlijk de VTM-kijker. Ja, dat vind ik echt slecht, die filmpjes. Is dat... En ja. Waarom? Omdat met zijn vriendin... Dat is niet grappig. En ik vind dat wij zijn ook zwaarder, maar zo heel een tijd daar bijna mee koketteren en die een buik zo bloot, ik vind dat eigenlijk een beetje degoutant. En is dat nog grappig om dat de hele tijd te tonen? Dat is zo gelijk James Cook die de hele tijd moet zeggen hoe homofiel hij is. Ja, ja, dat is wel... Ik weet het ondertussen wel, ze. Dat is wel... Ja, dat is eigenlijk wel... Ja, en mensen blijven dat leuk vinden. Allee, de massa blijft dat dan leuk vinden. En ik heb zoiets van... Ja, stop met dat in mijn gezicht te duwen. Zowel die buik als die homofiele... Die piemel. Ah. Ja. Is er ooit een piemel moet in je dan nu als hetero heel een tijd doen? Zo. Zeggen van, oh, ja, maar straks ga ik die een keer goed pakken. Ja, hashtag me too, direct. Ah ja. Hoek doet dat? Oh, wat een schattige homo. Nee, hè? Maar het is wel, in Gert Leed Night moet ik wel zeggen, dat wel elke aflevering zeker 2 of 3 of 4 keer dat moet gezegd worden. Ja, maar alsof dat we het nog niet weten. En het begint wel veel te worden. Daar heb ik u wel gelijk in. Nee, ik vind het op zich niet zo erg, maar daarmee maak ik de vergelijking. Als je het als hetero doet, dan zijn ze gewoon een lul. Ja, ik snap het. Ja. Voilà. Dat weten we dan ook weer. Hè. Ik heb mij voorgenomen, Stijn, om terug een beetje harder te zijn, want ik was wat zacht geworden. Ah. Ik ga wat meer mijn ergernissen tonen. Kom, je mocht zeggen, Iwin, West... Ik heb ze alle twee gezegd. Ah, alle twee... Zijn er niet nog dingen... Maar ik dacht dat je mij meer ging volgen, maar ja. Maar... Jij wilt nog een carrière in de media, waarschijnlijk. Ja, wel, ja, dat is dat. Ik ben... Ja, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Er is al Jens de Donker. Wie is er nog redelijk dik? Ikke. Dus allee, het zit al een beetje vol. Allee, maar kan er dan iemand doodgaan of zo, zodat ik... Ja, zeker. Dus, ik zal dat wel doen.
doen. Ik zal dat wel doen. Oké, dank u, Iwijn. Dat is wel super lief van u. Ik zal dan beginnen met Radio Willy te komen presenteren. Met een eerbetoon aan jou. Dat zou fijn zijn, maar ik denk dat er mensen zijn met een mooiere uitspraak die dat gaan doen. Ja, sorry, ik ben keihard. Maar wacht, ik weet niet of ik ook mooi kan praten. Nee. Dames en heren, beste luisteraars, welkom bij Radio Willy. Ja, dat is wel tof, maar het is direct meer zo'n eenzame hartenbureau. Ja. Is er niet nog een slot vrij voor een knuffelrok te doen of zo? Dat is een idee. Ja. Kan wel. Maar kent jij iets van muziek? Alles behalve van rock en metal. Ja, nee. We zoeken iemand voor een metalprogramma. Maar, ja. Een metalprogramma? Ja. Ah, maar ik ken er ook niks van, hoor. Dingen doe toch met les, like een Kevin Potier en een Brecht Verschuren. De gasten van Dead Serious. Misschien moeten die erop smijten. Dat is zo'n comedy collectief. En dat zijn wel grote metalfans. Ah, en praten die een beetje deftig? Nee, ze zijn West-Vlamingen. Oké, ik zal toch eens checken. Ja, dat is goed. Muziek. ik heb hier nog dingen, want we waren een keer bij de Marginale Geleerde te gast. En toen had het over de bende van Jan de Lichte, maar dat kon ze eigenlijk nog niet zeggen. Nee, dat is dus ook op VTM en dat is al 2-3 jaar klaar. En we zijn allemaal aan het wachten. Dat is wel al te zien, Netflix internationaal. Ja, en op de betere download-website kan je het ook vinden, maar dat... Kijk. Maar ze willen daarmee uitpakken op een nieuw streaming-platform van VTM, denk ik. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, ik heb het al gevonden online. Ik had het gedownload, maar ik dacht van... Nee, want het was iets met die ondertiteling. En ik wou het echt zien als het in één keer hieruit kwam. Want ik ben wel echt benieuwd, want... Mm-hmm. Wat was die rol nu weer? Je werd de Magier? Nee, de Magier? Ja. Dat is bijna een beetje magere. Merlijn. Ja, dat is bijna een magere. En in het script, het originele script, was het een hele lange, magere man. Is dat echt? Ja. Oh, hoe zijn jullie daar eigenlijk terechtgekomen? Dat is een goede vraag. Dank u. Ik heb het geluk dat... het liefst van al acteer ik. En ik heb het geluk dat... Dat ik soms door regisseurs word gevraagd. En dan willen ze mij gewoon. Dus het is niet zo dat ik echt audities... Kijk, oké, we waren nog eens even weggevallen. Maar kijk, we zitten toch bijna aan het einde. Want jij werd aan het vertellen over de bende van Jan Licht, hè? Ja, ik ben een grote fan van het boek van Louis-Paul Boon ook. Zijn een grote lezer, want ik ben... Ik heb eigenlijk nooit veel gelezen. Ik ben een generatie jonger en wij zijn wel... Er was minder tv en er was geen internet en zo. Dus sowieso was lezen een ontsnapping, hè, in uw kindertijd. En vanaf mijn 9 jaar, dan kreeg ik van mijn Peter Het Ei van Oom Trotter van Mark de Bel. En sindsdien ben ik blijven lezen. Ja, ik heb ook nog in een bibliotheek gewerkt. En ik ben wel gefascineerd door literatuur, Ik denk dan van... ik heb de films van Mark de Bel gezien, gelijk Blinker. Dat zijn heel slecht, die films. Ja. Als kind was dat wel goed. Allee, want ik zou het eigenlijk nu nog een keer moeten naar hem nu zien, maar ik ben nog altijd Mark de Bel vreed dankbaar voor de 16-jarige tetjes van Nathalie Meskes. Die heeft daar scène mee. Chris Lomme, Nathalie Meskes en zo'n andere actrice. Lomme is ook naakt. Ja. Dat moet ik toch eens bekijken. En dan liggen ze daar. Nathalie Meskes heeft dat al een keer op programma gezegd in VTM, dat ze daar eigenlijk nog maar 16 jaar was. En ik zo, amai. Dus 16 jaar, dat was voor mij dat was een ontluik. Ja, ik had dat nog niet echt gezien. Ik had wel pornocassettes van mijn papa gevonden, maar dan is dat toch niet hetzelfde dan zo'n mooie Vlaamse jonge deerne. Klopt. Oh, was dat bij u vroeger nog zoveel met pornoboekjes? Allee, zo Trois Suisse of Snoeks, ja. Snoeks? Ja, ik kijk altijd bijgenaamd Snoeks. Ja, ik kijk altijd naar de Trois Suisse, naar de
De lingerie-sectie, want daar zag je ook af en toe keer lingerie met de tepeltjes bloot. Dus, Maar mijn eerste gewaarwording van vrouwelijk schoon en aantrekking en waarschijnlijk ook eerste zaadlozing daaromtrent was toch Wendy van Wanten. Ah, op de Pin-Up Club. Ja, moeilijk, hè? Ja, dat is heel moeilijk. Zeg, Stijn, waarom doe je het niet via Skype? Dat is een tip van Nigel Williams. Dan kan je veel langer doen. En dat zet dat direct om ook naar een schoon video. Wel, maar ik vond dit altijd een mooier beeld. Ik heb altijd, ja. En ook omdat ik niet langer dan een half uur doe. Ja, oké. Was dit eigenlijk ideaal. Maar dit is normaal wel mooier van beeld. Maar ik weet niet of dat aan mij ligt of aan u. Want ik heb het nog niet gehad. Maar hey, ik steek het niet op jou. Je bent zeker niet... Ja, jij blijft gewoon. Dus ik val niet weg hier. Ah ja, voilà, kijk. Oké. Okay. Maar Skype is wel handig, hè? Maar weet je wat? We zullen volgende week of zo, of een beetje later, nog eens afspreken. Ja, is goed. En dan zullen maar hier hangt hier een groot scherm. Volgens mij zijn we nu geconnecteerd of zo. Shit, lala. Maar maakt niet uit. Ja, ik weet niet wat dat is, joh. Ja. Laat maar komen, die vragen. Maar het was gedaan. Ah, oké. Okay. Maar hoe ga jij dat allemaal aan elkaar plakken? Ja, dat wil ik wel zien. Dat wil ik ook wel, eigenlijk. Ik ben zelf zeer benieuwd. Of wat moet ik naar u allemaal... Het zou zijn gewoon met die pauzes gewoon tussen. Ja, het is goed. Ik ga het gewoon nog naar elkaar zetten, denk ik dat het is. Ja, dat is altijd het beste. Voilà. Maar Iwin, ik wil u wel bedanken, want het is heel lief dat je zo tijd voor mij maakt. Dus graag gedaan, ja. Ja. En ik heb met Nigel ook een gedaan en met u. Ik wil heel graag als thuis terug begint, ja. Eens langskomen op de Smisse Baguette. Want, ja, dat zou fijn zijn. Maar kijk, mensen, de Soundcloud, je kunt hier Soundcloud de Smisse Baguette op dingen. Dan heb je nog www.iwijnseegers.be. Gewoon zoeken of Facebook Iwijnseegers. En dan. Operatie Kazuifel kun je vinden op... Wat was het weer? Vandemakersvan.be. Vandemakersvan.be. Iwijn, als is dikke merci. Ik ga het gewoon zetten, gelijk dat is. Oké. Okay. Salut, hè. Iwijn, salutjes. Merci, hè. Dag. Dag.